ben er eigenlijk hartstikke blij mee. Ik vind het een leuk initiatief van de gemeente. Ook vooral omdat het is om de muur blijvend te houden in het nieuwe ontwerp van het stadhuis, zeg maar. En daarom werk ik er graag aan mee. 58 spuitbussen in 36 kleuren en een grijze muur. Daarmee moet het gebeuren. Wat nu nog een groflijnenspel is, wordt een bijzondere afbeelding. Het wordt een vooraanzicht van het stadhuis, van de hoofdingang van het toekomstige stadhuis. En dan vanaf de rechterkant gezien. Wat je hier ziet is gewoon kunst. En graffiti is geen geknoei en geklitter. Dat heb je natuurlijk wel. Maar de mensen die hier werken, die hebben, en ik ken ze niet allemaal. Het zijn er ongeveer 15 à 20 die af en toe hier wat doen. Maar wat er staat is meestal hartstikke goed van kwaliteit. Nou, dan onderscheid je als stad bijzonder in Twente. Dat het op zo'n prachtige locatie kan. Ik kan mezelf daar ook mee ontwikkelen en zo voor mijn portfolio. En het is leuk voor de gemeente zelf dat ze de initiatief hebben getoond. Om ons te helpen met dit project. Toch is het een beetje dubbel. Een gemeente geeft normaal heel veel geld uit om graffiti te laten verwijderen. Ja. En u betaalt om het te laten maken. In de hoop dat de graffiti-overlast minder wordt in de stad. En ik heb het idee dat het werkt. Dit zijn een stuk meer rechte lijnen maken en een stuk meer grote vlakken, zeg maar. Dan dat ik normaal met mijn eigen letters mag doen. Nou, meestal maak ik alleen letters en zo, maar dit is wel goed. Kan ik oefenen. Een beetje mijn eigen ding doen. Ik zie vooral heel veel priegelwerk, allemaal streepjes en dan weer weghalen. Het is best lastig. Ja, dit zijn nog de basislijnen wat we hebben gezegd. En we moeten even alles in vlakken verdelen, zodat we weten wat waar komt en zo. Dit wordt nog een hele klus. Ja, dat wel. Het duurt nog wel even. En dat blijkt te kloppen, want zo staat het kunstwerk er na een dagje verf spuiten bij.